Hey, super professioneel. Ja, we zijn ready. Want sprinten is wel dangerous, man. En ook de Roy van Tjeck is een heel ander niveau dan. Het is gewoon een awesome combinatie, zoals die naam al zegt. Tjeck was toch bijna early gegimpt hier, ja. Maar de Poetry is zo sterk, hè. Simone houdt enorm te voelen. Ja, geen sportkunst. Commentators curse. Ja, het is gewoon een gameplan. Jack met forward smash. Jack nog steeds aan de geen edge guard. Een beetje raar, maar de Jack het dag altijd. Oh, die jou daar, jongens. Want hij is nu pas de eerste gedaan. Er staan nog veel close. Oh, net als goed forward smash met Jack. Gims. It's insane! Ja, een paar spins en het kan maar gelijk staan. Ah, oh, goed. Jack met, ja, Jack had wel weer een goede kill, hoor. Oh, goede nieuws voor die. Nu staan ze alleen nog maar een procent. Oh, ze staan zelfs voor, joh. Ze staan voor. Maar wel goeie save van Simone. Ze droppen dus 100%. Ja, maar uiteindelijk gaat het toch nog stoppen. Oh, de forward smash gebeurt. Oh, Simone. Oh, bijna. Ah, Ludo. En die helm is weer. Ja, het is eigenlijk niet. Oh, ze de donkste snel dood krijgen. Combo! Slug combo, 72%! Dat was een harde combo, man. Ja. Insane. Weer moet ik zo'n storage hebben. Ja. Dat is niet de beste optie. Maar man, het was buiten die lucht. Wel een goede voorspel. Oh, ja. Mooi YouTube. De dubbel heal? Oké. Fijne situatie. Allebei high percentage. Het is nog een best of three, dus Oh nee. Oh. De lore battle. Nou ja, niet lore, maar meer gewoon. Stelletje zijn. Oh man. Dat ze dat Ludo, nog. Ludo hakt zijn eigenlijk minder van in. Pittig. AOV shit, want ze hadden het gewoon kunnen. Die had Team Aap als ze hem sowieso wel kunnen pakken. Ja. Ja. 2-1 niet zo briljant verschil. Ja, de teamstelletje was er niet echt. Als je kijkt naar de 2 tegen 1 situatie. Nee, nee, maar juist tegen ons is wel goede team van boven. Ja, we zijn niet zo goed 2 tegen 1. Het is gewoon. Misschien is het gewoon dit omgekeerd. Ja, een beetje moeite. Ik zag Jack al een hard combo. Jack gaat hard. Maar nu gaat hij weer hard. Simone ook, we moeten zijn. Ja, free pressure van Jack. Mooi hit. Oh, Jack doet het ons. Jack is in the house. Forward smash is zo weird. Ja, zelfs de diepe 6 genervd forward smash is nog insane. Ja, de nog wat gespeeld. Dat was ook wel terecht hoor, want Boy Kill is wel echt te goed. Maar het is zo voorspelbaar dat Jack voor die optie gaat, want ik doe het elke keer. Maar ik snap niet dat het werkt. Simone houdt zich bezig met deze.
Ja. Dat is toch een ze hebben niet de stage control. Dat is mooi goed. Man. Damn! Beide DK Spirits. Typisch waar. Ja. Ik kan alleen maar hier gebeuren. Jack moet toch even wat minder gaan, hè? Ja. Dan wordt Jack nu al ingepakt. Maak het niet uit. Die is ook. Last stock situation. Oh, de Gimp. De Gimp. Oh, de Gimp. Oh man. De eerste. Oh. Ja, Snuggie moet dood. Oh, maar de Snuggie is dood. Oh, en de forward smash. Oh ja. Die ziet niet meer zo mooi uit voor de Donkey Kong. Oh, sick. Ja, goed gespeeld door Cherk. Shoutouts to Cherk. Ja, gooi die zelfs niet te fijn. Ik zou eigenlijk graag wel de Falcon willen zien. Weet je wel? Tegen Donkey Kong moet het echt best wel heel legit zijn. Lijkt me ook wel een interessante match om te zien. Donkey Kong Falcon. Allebei harde combos op elkaar. Oh, de early game. Ik werk ook bijna. Ja, zeker. Oh man, ze worden afgeslacht. Eigenlijk moet hij als hij al door heeft, dat hij al dood is, moet hij niet zijn benen op doen. Dat is gewoon niet te doen. Ik heb een sneller Simone gelopen. Thank you.
kan wel, hè. Nu kan het wel. Is dat bij een keer dood, hè? Die nu dan? Buster Chair. Ja, dat is zo. Chair. Chair, top 5 vroeger. Dat is vierde plek. Alleen dan staat dus gedeeld achter ze. Dit is Loser Sammy. The winner is Loser Sammy. Blue team. Oh, wacht.